De goden zijn ons zeer, zeer gunstig gezind op dit moment. Is ook wel eens fijn. Zwemplas Stroombroek bij Braamt is zondag het decor van de vierde en grootste Achterhoekse editie van Swim to Fight Cancer. Met meer dan 400 deelnemers en een stralend zonnetje belooft het een mooie dag te worden met een absolute recordopbrengst in het vooruitzicht voor onderzoek naar kanker. We hebben bijna elke editie wel gedoe gehad. En ik ben echt zo blij dat het nu mooi weer gaat zijn. En een fantastisch record aantal deelnemers zich hebben ingeschreven. 419 deelnemers. Dus ja, waanzinnig. We hebben in die plaats een aantal fuste bier meer besteld, om het maar zo te zeggen. Dus we rekenen op veel bezoek en mooi weer en een mega evenement, mega festival. Doel van Swim to Fight is om geld op te halen voor de bestrijding van kanker. De organisatie hoopt op meerdere tonnen, mede door de familie van een voormalig deelnemer. Dat is team Chantal. En Chantal was ons teamlid en zij is vorig jaar overleden. En haar familie, Martijn, haar partner van en haar kinderen, Meerte en Jasmijn, die hebben besloten om het bedrag vanuit Basiel te gaan verdubbelen tot een maximum van 50.000. En als zij 50.000 euro gaan binnenbrengen, verdubbelt hij het dus met een maximum van tot aan 100.000. Ja, daar word je stil van. Je hebt de ziekte zelf ook 3 keer gehad. Geeft het dan ook een soort van apart tintje? Nou, reken maar. De eerste keer heb ik meegezwommen. En dat doet toch wel wat je. Je komt dan niet zonder tranen het water uit. Dat raakt je. Dat zie je ook als je aan de kant staat, als de mensen uit het water komen. Ze zijn anders uit het water. Ze gaan met veel praatjes het water in en ze komen redelijk stil het water uit. Totdat ze zich gerealiseerd hebben dat ze de 2 kilometer of de 4 kilometer of de 500 meter voor de kinderen gezwommen hebben. Ja, dan is het feest. En ja, nou, daar gaan we straks de prijs uitreiken, hè? Hoeveel het geworden is. Voor Verhagen, sinds het begin in 2017 betrokken, is het de laatste editie als organisator. Doetinchemmer Sjoerd Wijkamp neemt volgend jaar haar taken over. Ik ga het vast niet droog houden, nu al bijna niet, nee. Dus ik ben heel trots en blij. Is het dan mooi om bij jou laatste keer een record aantal deelnemers en misschien wel een recordbedrag te horen? Nou ja, uiteraard. Dat is absoluut waar ik naar streef. En ik heb er heel veel vertrouwen in dat dat ook echt gaat gebeuren.